In de halve finale van het Perfecte Plaatje reizen de drie finalisten Nick Rozen, 26, Loes Haverkort, 42 en Quinty Misidian, 27 naar het betoverende Ierland voor de laatste opdrachten van het seizoen. Een emotioneel moment doet zich voor wanneer Loes het geloof van David, een jongen die gevlucht is voor de oorlog in Oekraïne, moet vastleggen. De fotoshoot laat diepe indrukken achter bij de actrice. Presentator Tel Beckant onthult de kernwaarden van het Ierse DNA: geloof Hoop en liefde. De opdracht voor de fotografen is om een van deze waarden helder vast te leggen. Quinty kiest voor liefde, Nick voor hoop en Loes moet het geloof in één beeld vangen. De kathedraal lijkt Loes de ideale locatie voor deze emotionele opdracht, waar ze David ontmoet, een jongetje uit Oekraïne. Onder de indruk van Davids levensverhaal is Loes ontroerd tijdens de fotoshoot. De blik in zijn ogen raakt haar diep en ze benadrukt, hij heeft gewoon echt iets meegemaakt, dat zie je een jong jongetje met een groot verleden. De emotionele lading van de opdracht is duidelijk zichtbaar wanneer Loes de resultaten beoordeeld krijgt. Loes Foto wordt gewaardeerd met een 8,5 door de jury, wat haar samen met Nick een plek in de finale oplevert. Het avontuur eindigt voor Quinty, maar in de publieksprijs krijgt ze een laatste kans om haar fotografievaardigheden te tonen en terug te blikken op haar reis in het perfecte plaatje.